Ook dit is allemaal vuurrot van Cubs en het is op dit moment ja, zo bizar druk dat we zelfs geen bakken hebben om de Cubs te pakken. Want ze komen natuurlijk in kartons binnen en ze moeten in die bakken. 6,7 miljoen bekers heeft hij inmiddels in zijn loods en balen staan. Een groot deel blanco voor de verhuur en wie het maar wil. Een ander deel met logo's van evenementen die hem betalen voor de opslag tot het evenement daadwerkelijk plaatsvindt. Daarna komen ze vies terug om in deze gigantische wasstraat schoon en droog weer terug in de opslag te gaan. Ik denk dat de hardcup de toekomst is. Puur om het feit dat het een aantal redenen heeft. We sparen het milieu. We kennen de cup. Deze cups kunnen tot 200 keer gebruikt worden als ze op een normale manier reinigen. En dat betekent dat we toch miljoenen tonnen aan afval minder in het milieu gooien. Steeds meer evenementen maken al de overstap van de zachte plastic bekers naar de hardcups. Achter met deze wasmachine kunnen 10.000 van die bekers per uur gewassen worden. En daarna weer op weg naar het volgende festival. Het gaat niet alleen om de standaard bierbeker zoals we er hiervoor eentje zien. Deze met het logootje van de Schenk Craft Company voor de 11e van de 11e. Maar het kan ook voor cocktail- en wijnglazen en eigenlijk zijn de variaties eindeloos. En de overheid vraagt ook steeds meer voor duurzame alternatieven. De gemeente Maastricht deed de wegwerpbeker onlangs al in de ban. Op veel evenementen, zoals bijvoorbeeld op Pinkpop afgelopen weekend, worden wel nog zacht plastic wegwerpbekers gebruikt. Die bekers worden wel ingezameld via een statiegeldsysteem en vervolgens als aparte afvalstroom gerecycled. Maar het is meer het nog niet moet. In België is het verplicht. Er is geen enkele mogelijkheid meer, ook niet van de mega grote festivals, om nog met eenmalig te doen. Daar zien we dus dat ze door 2 jaar vroeg zijn op Nederland. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat over 2 jaar ook in Nederland gaat gebeuren. En dan moeten deze afvalbergen na de vastelovend of een festivalweekend volledig verleden tijd zijn. En als u dan het groen van het gras gewoon nog, dan heeft ze natuurlijk al een stukje van de wedstrijd gewonnen. Los van het feit dat ze ook wedstrijd in hun loop minder afval en milieu ingeven.